We zijn 5 januari 1895 en dat is de dag dat kapitein Alfred Dreyfus gedegradeerd zal worden. Place Fontenoy op de binnenplaats van de militaire school waar dat Dreyfus gestudeerd heeft. Hij zal daar gedegradeerd worden, dat wil zeggen, hij is geen kapitein meer en hij maakt ook geen deel meer uit van het leger. Op 15 januari 1895, 10 dagen later, valt de regering Casimir Perier. Er gaat een nieuwe eerste minister komen, een nieuwe president. En die nieuwe president is Félix Faure. Er zal ook een eerste minister komen, nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Ook een nieuwe minister van Oorlog. Dat blijft niet meer generaal Mercier. Mercier wordt vervangen door generaal Émile Zurlingen. 12 maart 1895 komt Dreyfus aan in Cayenne, de hoofdstad van Frans-Guyana. En op 14 april zal hij definitief op het Duivelseiland komen om daar zijn levenslange balling uit te zitten. 9 juni 1895 komt er een nieuwe wetgeving betreffende de gerechtelijke dossiers in Frankrijk. Gerechtelijke dossiers kunnen herzien worden op basis van nieuwe elementen. Je kunt een dossier herkijken, een voorstel tot herziening, wat niet altijd aanvaard wordt, maar je kunt de indiening doen als je nieuwe elementen hebt. Op 22 juni 1895 wordt de doodzieke Jean Sander van de contraspionagedienst vervangen door kolonel Georges Picard. Picard gaat onmiddellijk enkele veranderingen doorvoeren en een van die veranderingen is de inhoud van de vuilbak van de militaire attaché van Duitsland in Parijs, Maximilian von Schwarzkoppen, die geledigd wordt door mevrouw Bastiaan, gaat eerst op zijn bureau komen. Niet meer onmiddellijk naar de technische dienst, eerst bij hem. En hij zal het dan naar de technische dienst overgeven om het bijeen te plakken. Op 5 oktober 1895 schrijft Alfred Dreyfus van het Duivelseiland een brief naar de nieuwe president, Félix Faure, met de aanvraag om het volledige licht te laten schijnen op zijn dossier in de hoop van de echte dader te kunnen vinden, daar hij blijft beweren onschuldig te zijn van de verwijten die hem heeft aangericht, namelijk landsverraad. Op 12 januari 1896 zal de brief van Dreyfus verworpen worden door de president van Frankrijk zonder commentaar. Dat antwoord zal naar het Duivelseiland gaan. Daar zal Dreyfus te horen krijgen
De minister reageert niet op uw brief en ze is ook niet gecommentarieerd. Er is geen commentaar. Hij gaat er niet op in. Punt gedaan. Op 18 maart 1896. Een belangrijke datum, want dan komt er op het bureau van Picard, contraspionagedienst, een telegram. In Frans noemen ze dat un petit bleu. Dat ziet er zo uit. Van boven, naam en adres waar dat je het wilt sturen en van onder de tekst van uw telegram. Picard krijgt dat op zijn bureau. Iets dat verscheurd geweest is, dat ineengeplakt geweest is. En dat komt van Schwarzkoppen. En Schwarzkoppen richt zich tot een Frans militair. Die Franse militair is een zekere Walzin Estesari. Daarin vraagt Schwarzkoppen meer uitleg voor het paspoort dat hem aanvraagt en meer uitleg of dat ze nog moeten verder gaan met het huis R. Moeten wij nog voortdoen met het huis R? Canaille de D, maison R. Picard leest dat en gaat natuurlijk nagaan wie is Walzin Estesari. Hij gaat Walzin laten volgen en hij gaat daar ook zijn directe overste van verwittigen. Want men denkt terug te maken te hebben met een spion. Een tweede spion. Op 5 augustus 1895 heeft Picard een volledig dossier over Walzin Estesari en hij vermoedt dat Estesari de schrijver is van de bordereau. Gons luistert, is echt verbaasd of doet alsof dat hij verbaasd is. Op het moment dat hij zegt, hebben we ons vergist? Picard is overtuigd dat Dreyfus onschuldig is en dat de schuldige Walzin Estesari is. En hij vraagt om een strafdossier te mogen openen op Estesari. Gons is weigerachtig, maar Gons is 100% tegen het feit dat de twee dossiers bij elkaar worden gevoegd. Voor Gons is één zaak duidelijk. Dreyfus is schuldig verklaard geweest door 7 militairen. 7 militaire beroepsrechters. Het is niet mogelijk dat 7 militaire beroepsrechters zich allemaal tezamen hebben vergist. Dat is een uitspraak en het leger wenst niet op die uitspraak terug te komen. Wat
Estesarie betreft, daar kan men een nieuw dossier voor beginnen. Maar hij wordt al gezien als een tweede spion. Niet de schrijver van de Bordereau. Daar wil de top van het leger niets van weten. Op 9 september. Voordat ik op 9 september ga, ga ik met Picard en Gons eindigen. Het komt tot een conflict tussen de twee. Het komt tot een verbaal conflict waar dat Gons Picard verplicht om het dossier Dreyfus gerust te laten. En hij vraagt aan Picard: je hebt de keus. Als je over Dreyfus gaat blijven spreken, dan ga je eindigen gelijk Dreyfus. En dat is ja, een directe bedreiging. Daar zijn geen getuigen in dat bureau. Picard neemt dat als een directe bedreiging. Maar Gons wil weten wat Picard gaat doen. Waarop dat Picard zal antwoorden: Ik weet het niet wat ik ga doen. Maar ik weet wel één zaak. Ik neem dat geheim niet mee naar mijn doodskist. En van dan af is het ook geen open oorlog, want Picard is een kolonel en Gons is een luitenant-generaal. En medewerker van generaal Dubois d'Effre. Komt er in een Franse krant L'Éclair. Op de eerste pagina. Het verhaal van het geheim dossier. Hoe dat L'Éclair daar aangekomen is, dat is weer gissen. Een lek. Van wie? Van Mathieu Dreyfus, die al door dokter Gilbert werd verwittigd dat er een geheim dossier was, door iemand van de inlichtingendiensten, een spion, een militair, dat lekt. Op dat moment weet men dat niet. Achteraf, bij het tweede proces van Dreyfus in 1899, komt alles naar boven natuurlijk, maar in 96 weet men niks. Henri gaat valsheid in geschriften plegen, ja, om Dreyfus nog meer in de problemen te brengen. Hij gaat een document vervalsen, een document dat ook van de ambassade komt. Bureau van Schwarzkoppen. En daar gaat hij een document vinden waar dat ook de letter D in staat. En hij gaat daar van die letter D door een schriftvervalser die hij in dienst heeft de naam Dreyfus laten bijzetten. En dat gaat in het geheim dossier worden geplaatst. Op 6 november heb je een man die bereid gaat zijn om een artikel te schrijven ten opzichte van Dreyfus, het geheim dossier en het feit dat het leger zich vergist heeft. Dat is Bernard Lazare. Bernard Lazare gaat een brochure laten drukken in Brussel op 30.000 exemplaren
dat zal verspreid worden in Frankrijk. De volledige pers gaat zich op dat artikel werpen. Die brochure. Brochure van 20 bladzijden. Rond een tiende, 19, naar gelang de krant, gaat er in de Figaro op de eerste bladzijde opeens een facsimile komen, een fotocopie van de bordereau. Hoe dat ze aan de fotocopie van de bordereau zijn geraakt, weet men niet. Weer een lek. Eerste bladzijde, ene kant. Het geschrift van de bordereau. Aan de andere kant een brief van Dreyfus. Waarin dat de mensen voor hun eigen gaan kunnen uitmaken. Zijn die twee geschriften identiek? Ze trekken op elkaar. Maar zijn ze identiek? En op 14 november 1896 is het conflict tussen Picard en Gons zo hoog geworden dat het leger beslist van Picard te muteren. Hij zal naar Tunesië moeten gaan. Men gaat met Picard doen wat men uiteindelijk niet met Dreyfus heeft gedaan. Maar aangezien dat men de fouten van het dossier Dreyfus niet wil herhalen, men gaat Picard niet aanhouden. Want op een gegeven moment gaat men Picard verdenken dat hij die bordereau, dat hij die bordereau heeft geschreven, dat hij die telegram heeft geschreven. Het is een systeem van, je bent een klokkenluider, dus gij bent de dader van alle geschriften. Picard gaat naar Tunesië gestuurd worden en Picard gaat in Tunesië in een zone moeten gaan waar dat constant opstand is. Rebellen, waar dat er voortdurend schermutselingen zijn. En waar dat Picard natuurlijk het slachtoffer kan worden van een schermutseling, dat hij er het leven bij laat. Dat is in een notendop 1895, 1896. De zaak Dreyfus. Tot nu toe hebben we ons bezig gehouden met het militaire aspect van de zaak Dreyfus. We kennen de historiek. 15 oktober is hij aangehouden. 22 december wordt hij veroordeeld. En op 5 januari 1895 wordt hij gedegradeerd. Buiten het militaire aspect zijn er nog andere lagen die meespelen in de Franse maatschappij. De voornaamste laag is ook de politieke laag. Je hebt de financiële laag. Je hebt de economische laag. Je hebt de diplomatieke laag.
en je hebt de sociale laag. En in al die lagen heb je zijn schandalen. En elke laag zal er alles aan doen om het schandaal dat bij hem voorkomt in de doofpot te steken. Militaire laag, Alfred Dreyfus. Men zal alles doen om die zaak in de doofpot te steken. Maar ik heb natuurlijk de pers, Anatou, minister van Buitenlandse Zaken, had daarvoor gewaarschuwd, oud gemaan, familie gaat verwittigd worden en het gaat in de pers komen. Je hebt ook de sociale laag. De banklaag heb je ook een geweldig schandaal gehad, het Panama-schandaal. De politieke laag heeft ook haar schandaal gehad onder de vorm van schandaal Wilson. Wat was dat? Dat was een politieker die tegen betaling militaire medailles verkocht. Maar al die schandalen, of dat het nu over de commune gaat van 1870, 1871, of het Panama-schandaal of het Wilson-schandaal, dat kun je allemaal op internet gaan nakijken. Dat gaat te veel tijd nemen om dat hier uit te leggen. Maar als je een misdrijf deed in een van die categorieën, dan kwam je voor de rechtbank. En sommige lagen kwamen daar goedkoop vanaf. Andere lagen werden harder getroffen in een rechtbank. In Frankrijk waren er twee mogelijkheden als je veroordeeld werd op een rechtbank. Je kreeg automatisch een straf. Dat was in elk land zo. Maar je kon een gevangenisstraf krijgen die je uitzat in een gevangenis in Frankrijk. Maar je kon ook een straf krijgen in de vorm van dwangarbeid. En dan moest je naar een strafkolonie gaan. En daar waren twee strafkolonies. Eén, Nieuw-Caledonië. En twee, Frans-Guyana. Nieuw-Caledonië, dat is aan de andere kant van de wereld ten opzichte van Frankrijk. En dat ligt tegen Australië, dat voor de Engelsen een strafkolonie was. Australië was een strafkolonie. Je hebt Tasmanië, je hebt Nieuw-Zeeland, New Zealand, Nieuw-Caledonië, en ja, er komt er een derde bij, Nieuw-Guinea. En in Amerika had je ook het Nieuwe York, New York. Maar goed. Dreyfus is veroordeeld en gaat van de gevangenis van Cherche Midi, de militaire gevangenis in Parijs, overgebracht worden naar de gevangenis La Santé. La Santé is een vertrekpunt voor de mensen die naar de twee strafkolonies moeten gaan. Daar worden ze samengebracht. En je krijgt daar drie verschillende categorieën van gevangenen die goed van elkaar onderscheiden worden. Je hebt één, les transportés,
Dat zijn gevangenen van gemeen recht. Moordenaars, verkrachters, dieven, vervalsers. Gemeen recht. Les transportés. Tweede categorie is les déportés. Les déportés zijn politieke gevangenen of militaire gevangenen. Zij, zolang dat ze niet op het strafland aankomen, in Guyana of in Caledonië, mogen hun burgerkledij aanhouden. Les transportés niet. Die krijgen onmiddellijk een gevangenisplunje. En je hebt dan de derde categorie. De derde categorie is les relégués. Dat zijn mensen die een celstraf in Frankrijk mochten uitzitten. Voor twee keer niks. Diefstal van vlees bij een beenhouwer. Maar mensen die recidivist waren. Dus het is niet de eerste keer dat ze gepakt werden op diefstal. En dan werd je automatisch in de categorie van relégés gezet en bleef je niet meer in Frankrijk. Dat zijn de drie categorieën waar dat Frankrijk vanaf kwam. Voor de mannen. Voor de vrouwelijke misdadigers, die gingen naar Algerije, Noord-Afrika. Dat was een kolonie, maar geen strafkolonie, gelijk Frans-Guyana en Nieuw-Caledonië, waar het regime heel, heel regressief is. Goed. Dreyfus vertrekt op L'Île de Ré richting Frans-Guyana. Dat is een tocht die 3 weken gaat duren. Daar gaan er veel ziek worden. Daar gaan er veel een ziekte oplopen. Maar als het schip toekomt in Frans-Guyana, komt dat eerst toe in een stadje aan de boord van een rivier. En die rivier noemt Le Maroni. En het komt toe in een stad, Saint-Laurent-du-Maroni. Alle gevangenen verlaten het ruim en moeten, naar gelang hun categorie, transporté, déporté, relégué, in groepen op het dek plaatsnemen. Men gaat dan per categorie de boot naar beneden en men gaat op wandelafstand naar de ommuurde gevangenis van Saint-Laurent-du-Maroni. Dat zijn gebouwen die in de lengte gebouwd zijn, niet in de hoogte. Het heeft geen verdiepingen. In de lengte een ongeveer een 100-150 cellen per categorie. Les transportés, een gebouw van 150 cellen. Les déportés, een gebouw van 150 cellen, maar natuurlijk een gang waar je in loopt. Les déportés en les relégués. En dan heb je feitelijk een vierde gebouw waar dat je ingezet wordt, en dat is les libérés. Wat zijn libérés? Dat zijn transportés die hun straf hebben uitgezeten. En nu komen we op de tweedeling van de transportés. Een transporté krijgt een gevangenisstraf van 1 tot 7 jaar.
of 8 jaar en meer. Wat is daar het gevolg van? Een transporté die een gevangenis krijgt van, laten we zeggen, 5 jaar, die moet zijn 5 jaar dwangarbeid doen. Dwangarbeid. In tegenstelling tot de deportees. Het refus zal niet verplicht zijn om te werken. Deportees moeten niet werken. Die moeten zich alleen zien bezig te houden met hetgeen dat ze in hun hoofd hebben. Dat is een beetje gelijk in Frankrijk, de celstraf. Je zit in je cel en aan wat denk je de ganse dag? Ja, weet ik veel. Die mensen die geen 8 jaar hebben, als die hun straf gedaan hebben, zijn die onderhevig aan le doublage. Wat wil dat zeggen? Le doublage, dat wil zeggen dat je na je straf vrijkomt, je bent libéré, maar je moet dezelfde periode op Frans-Guyana verblijven. Dus je bent veroordeeld voor 5 jaar, je komt vrij, je bent verplicht van 5 jaar langer op Frans-Guyana te verblijven, geen sprake van om naar Frankrijk te trekken. Heb jij een gevangenis van meer dan 8 jaar? 8 jaar, 8 jaar en meer. Dan doe jij je 8 jaar en blijft jij levenslang een libéré op Frans-Guyana. Jij kunt niet terug naar Frankrijk. Alleen die dat een gevangenisstraf hebben gekregen van minder dan 8 jaar kunnen na hun doublage Guyana verlaten en naar Frankrijk trekken. Dreyfus stapt samen met zijn medegevangenen, deportees, politieke gevangenen of militaire gevangenen, zijn bâtiment binnen. Daar krijg je een dossier. Dat dossier gaat u een nummer geven. Jij wordt niet meer Alfred Dreyfus, jij wordt een dossiernummer. En daar zult je op beoordeeld worden in je strafdossier. Zul je constant beoordeeld worden op 3 punten. Uw moraliteit, uw karakter en uw persoonlijkheid. En voor de transportees, die gaan 3 fases doorlopen. 1 is de fase la répression, de repressie. Dat zijn de hardste jaren. Veel gevangenen gaan sterven in hun eerste jaar. 1, ziek toegekomen, slecht gehuisvest, slechte verzorging, slechte hygiëne. Te zware dwangarbeid in functie van hun fysieke capaciteiten. Maar in het geval dat je dat toch overleeft en je dossier is positief qua moraal, qua persoonlijkheid en qua karakter, als je bewezen hebt dat je veranderd bent, dan kunt gij naar een 2e fase overstappen en dat wordt de fase
van amendement, amendement. Dat wil zeggen, in concreto, dat je een lichtere dwangarbeidstraf gaat krijgen. Je zei dan ook, laten we dat niet onder stoelen of banken steken, volledig uitgemergeld en uitgeput. Maar je krijgt de kans, maar je geeft ze nu. En als je daar weer laat zien dat je het overleeft, maar zowel mentaal en dat je moraal aanpast, dan kun jij komen in de categorie van de beloningen. Les récompenses. En wat houdt dat in, les récompenses? Dat is dat je onder voorwaarden een stuk grond kunt bewerken, landbouw opdoen en dat je die zaken voor eigen gebruik kunt doen of wel verkopen. Maar dat is allemaal onder strikte voorwaarden. Maar dat is feitelijk de voorlaatste stap dat men u geeft voor uw volledige vrijlating. Nu, oké, Dreyfus gaat geselecteerd worden om te verhuizen naar Cayenne. Saint-Laurent-du-Maroni. Naar Cayenne, iets van een 300 kilometer, 292 denk ik, kilometer in die tijd. Dat is een hele tijd eer dat je in Cayenne toekomt. Maar hij gaat in Cayenne toekomen 10 maart of 12 maart 1895. En hij gaat daar terug in dezelfde gevangenisblok gezet worden als in Saint-Laurent-du-Maroni, de gevangenisblok van de deportees. Hij heeft een afzonderingsstraf. Hij gaat niet in Cayenne blijven op het vasteland. Hij gaat moeten overgedragen worden naar een eiland. En voor Cayenne, voor de kust van Cayenne, heb je 3 eilanden. En meer dan 1 eiland, meer dan 2 eilanden, noemt men een archipel. En dat is de archipel van l'île, les îles du Salut. Maar elk eiland heeft zijn aparte naam. Je hebt het eiland Saint-Joseph, les îles royales en l'île du diable. Waar dat hem in eerste instantie niet gaat geplaatst worden, hij gaat geloof ik eerst naar l'île royale moeten gaan, maar dan komt er een verstrenging van zijn straf, zo gezegd. Maar er zijn geschiedkundigen die beweren dat hij op 14 april maar op het duivelseiland is kunnen geraken, omdat de normen niet af waren. Er moest een versterkte omheining komen en die omheining was nog niet af. Dus hadden ze hem niet meer in Cayenne gelaten, maar ze hadden hem al verplaatst naar een van de 3 eilanden. L'île Royale, denk ik. En als hij op het duivelseiland binnenkomt, is hij de enige gevangene. De enige gevangene, dag en nacht bewaking. Dag en nacht bewaking en geen medegevangene. Moe. Door ziel alleen.
wat mocht hem doen? Hij mocht schrijven. 2 keren per maand. En hij mocht boeken lezen. Dus Dreyfus doet dat. Hij schrijft naar zijn vrouw. Hij gaat naar minister van Oorlog schrijven, die op dat moment Zuurlingen is. Zuurlingen, ja. Hij gaat schrijven naar, want hij hangt niet meer af van Franse ministers. Hij hangt af van een nieuwe minister. Minister van koloniën. Dus al wat het hem schrijft, gaat eerst naar de gevangenisdirecteur. Die leest dat. De gevangenisdirecteur stuurt dat naar de minister van kolonies. En die gaat dat dan sturen naar de minister van justitie, die dat dan zal vrijgeven naar zijn echtgenoten of familieleden. Hij zal op 10 oktober 1895 een brief schrijven naar de nieuwe president van Frankrijk, Félix Faure. Maar die gaat gewoon hij gaat daar geen gevolg op geven. We komen in het jaar 1896. En het is in maart, begin maart, dat er op het bureau van de nieuwe verantwoordelijke van de contraspionage, Georges Picard, aan Petit Bleu gaat komen. En men zal denken dat men met een tweede spion te maken heeft. Maar Picard gaf snel tot de constatatie komen dat de man die de Petit Bleu geadresseerd kreeg, Walzin d'Estérazy, dat hij de schrijver is van de bordereau en dat Dreyfus ten onrechte op het Duivelseiland zit. Dat gaat tot een conflict komen. En we hebben 9 juni 1896 de nieuwe wetgeving betreffende strafdossiers. Men kan een strafdossier herzien op basis van nieuwe elementen. En het is misschien een beetje met die optiek, zonder het rechtstreeks te doen, dat Dreyfus naar de nieuwe president van Frankrijk heeft geschreven. In september een raar gerucht komen. Namelijk, in de pers Dreyfus is ontsnapt. Dreyfus heeft het Duivelseiland verlaten met zijn bewakers, is op een Amerikaans schip gegaan, gevlucht, samen met zijn bewakers. En dat is allemaal georganiseerd geweest door zijn echtgenote Lucie Dreyfus. Dat komt in praktisch alle kranten. Maar de krant die het eerste mee voor de dag kwam, dat was een avondkrant. Kranten hadden
een morgeneditie en een avondeditie. In een minimum van tijd waren al die kranten verkocht. Men kon dat niet geloven. Men heeft ook achteraf, het was een gerucht, hij is nooit ontsnapt. Dat was een gerucht dat vanuit Engeland kwam, via het agentschap Avas. Die hadden twee berichten geschreven in hun lokale krant, de Engelse krant, Dreyfus ontsnapt van Duivelseiland. De Fransen hebben dat overgenomen, maar Dreyfus was niet ontsnapt. Nadien heeft men dat trachten goed te maken. Ja, hij heeft geprobeerd van te ontsnappen, maar men heeft hem kunnen aanhouden, hè, want een gevangene die ontsnapt, ja, dat is geen reclame voor het gevangeniswezen. Hè. Je kon dat niet lang aanhouden. Te meer dat op 10 september 1896 Dreyfus zijn tweede brief schrijft naar de Franse president. En in september is er ook een krant L'Éclair die opeens begint over het dossier Dreyfus. Men heeft eerst het gerucht, hij is ontsnapt. Dan komt er een andere mededeling in de krant van ja, het dossier, het militaire dossier van Dreyfus, geheim dossier of militair dossier, toont duidelijk aan dat Dreyfus schuldig was van spionage. Wanneer dat men heel goed wist dat het hij niet was, bleef men doorliegen. Ten opzichte van wie? Ten opzichte van het volk. Het volk wou geen leger dat fouten maakte. De politiek in feite ook niet. Dus het leger ging blijven liegen. Liegen, liegen en nog eens liegen. Daarop zal midden november, de fameuze journalist, onderzoeksjournalist, maar die wel Jood is, Bernard Lazare, een brochure maken en zal al die punten die door L'Éclair zijn aangehaald geweest, A, hij is schuldig, B, hij is schuldig, C, hij is schuldig, Lazare gaat dat terug aanhalen, A, hij is schuldig, maar het is niet waar. B, het is schuldig, maar het is niet bewezen. En C, het is schuldig, het is gewoon uit de lucht gegrepen. Er gaat dan, het komt in een stroomversnelling, hè. Men gaat dan in Le Matin en Le Figaro een facsimilé produceren van de bordereau. Van de bordereau, dan zie je opeens het geschrift. Het leger loopt stap per stap in de val die er gespannen wordt door de familie Dreyfus. Want ik ben er al lang mee bezig, de geschiedenis Dreyfus, maar de echte helden zijn Mathieu Dreyfus, zijn broer,
en Lucie Dreyfus, zijn echtgenoten. Zij hebben moeten opboksen tegen de militaire laag, de politieke laag, de diplomatieke laag, de sociale laag. De sociale laag, want het volk was tegen Dreyfus. Hij was het. Hij was de verrader. En het volk, ja, was daar eigenlijk van overtuigd. Bij de politiekers waren ze ook van overtuigd. Maar wat had de politiek te doen in die tijd? Politiek in die tijd op binnenlands gebied was de industrialisatie die op gang was gekomen, kanaliseren. Het liberalisme van de bedrijven uitbouwen. Het syndicalisme van de arbeiders zoveel mogelijk tegenhouden. En het socialisme zoveel mogelijk bestrijden. Want het socialisme op het einde van de 19e eeuw, dat was. Erger dan het coronavirus nu. Je gaat het misschien een gekke vergelijking vinden, maar men kan zich, als men die tijd niet heeft bestudeerd, kan men moeilijk weten hoe dat de socialisten gehaat geweest zijn door de liberalen en de katholieken. Werkelijk gehaat, gebrand werd. Had de Jodenster toen al bestaan, dan hadden socialisten ook een ster moeten draaien. Men haatte die politieke partij, die niks te zeggen had. Hè. Die had 7 zetels op de 692 zetels van bij de volksvertegenwoordigers hadden ze er 7. Stel er niks voor. Maar 30 jaar later was alles socialistisch. Nu, het leger, ja, het leger. Picard, Georges Picard, die gaat gemuteerd worden. Dan, om verder te gaan, wat doet een regering ten opzichte van het buitenland? Ja, dat is zoveel mogelijk problemen vermijden met de buurlanden binnen Europa. En ten opzichte van buitenlandse landen die niet in Europa lagen, was er maar één woord. Kolonisatie, kolonisatie en kolonisatie. Gelijk in april 1895 de annexatie van Madagaskar. Dat waren de hoofdactiviteiten van de politiek. Die zaak Dreyfus, dat kon de politiek feitelijk niet weten. En dat kon hen ook, dat interesseerde hen niet. Zij wisten ook niet wat het eraan broeden was. Dat was enkel de media die op 2 jaar tijd 2 fake berichten heeft gestuurd in haar kranten, maar waar dat het volk wel volledig mee weg was. Fake bericht nummer 1.
Dreyfus heeft bekend. Prefus heeft niks bekend. 2 jaar later, fakebericht nummer 2. Dreyfus is ontsnapt. Er is helemaal geen ontsnapping geweest. Maar dat deed de kranten voorkomen. En de bevolking geloofde dat. En de dag van vandaag is er niet veel veranderd. We gaan het vandaag hebben over het zevende deel van de zaak Dreyfus. Namelijk het proces Esterhazy, het proces Zola. Ik ga even terug naar 1895. 5 oktober 1895, Dreyfus, Alfred Dreyfus, kapitein Alfred Dreyfus, is ten onrechte veroordeeld tot levenslange arbeid, dwangarbeid. Men weet dat. Het volk weet dat niet. De mensen die het complot... Maar ja, ik weet, de dag van vandaag mogen we niet over complot spreken. Het complot hebben uitgezet, weten dat wel. Er is een onschuldige op het duivelseiland en er is een schuldige die beschermd wordt. Men weet dat nog niet. En als het de zaak helemaal gedaan zal zijn, zal zich... Men gaat zich dat ook niet aantrekken. Maar goed, ik ga terug naar 1895. Dreyfus schrijft in al zijn naïviteit naar de nieuwe president van Frankrijk, Félix Faure. 95. Daar wordt niet op gereageerd. Dat is te min. Dreyfus is het negende spionageschandaal in 9 jaar tijd. Waarom kom ik naar 1895 terug? Omdat er in 1895 terug een spionageschandaal gaat zijn. Het tiende. Dreyfus zit op het duivelseiland. Hij kan dus niet meer aan die oorzaak liggen. Maar er gaat een tiende komen en dat is dus de zaak Schwartz. Henri-Émile Schwartz. Wie is die man? Dat is een ex-politiecommissaris. Die is 44 jaar oud. Die woont in Parijs. En laat aan iedereen geloven dat hij van de Elzas komt. Hoe komt dat schandaal naar omhoog? Schwartz. De veiligheidsdienst had opgemerkt dat op zijn privéadres te veel Duitse correspondentie kwam. Te veel Duitse brieven. En te veel bezoekers met een Tudeskisch accent. En wat is Tudeskisch accent? Dat is het oud-Germaans accent, het Duits accent, het grof Duits accent.
Die man woont in Parijs en is getrouwd. 44 jaar, ex-politiecommissaris, hij is getrouwd. Hij heeft 3 kinderen. Ze gaan alle 5 aangehouden worden op verdenking van spionage. Hoe gaat dat gebeuren? Cochefer. Cochefer. Het hoofd van de veiligheidsdienst in Parijs gaat een actie ondernemen om de villa Amelia, de villa waarin dat Schwartz woonde, samen met zijn vrouw en 3 kinderen, om die te ontsingelen. Op een bepaalde dag. En op die bepaalde dag komt de eerste buiten en dat is zijn echtgenote. In nachtkleed. Met een peignoir aan. En die gaan melk halen. Met een melkkan. En op het moment dat ze haar melkkan vast heeft, wordt ze aangehouden. Men vraagt wat dat haar naam is. Haar naam is Schwartz. Ze wordt aangehouden. En men wacht. En een tweede die gaat buiten komen, dat is de oudste zoon die naar zijn werk moet gaan. En die gaat men ook aanhouden. Men gaat die aanhouden. En dan de 2 kleinste kinderen die nog naar school moesten gaan, die gaan aangehouden worden tezamen met de vader. De vader gaat in zijn slaapkamer aangehouden worden. Hij was een spion, een Fransman die informatie gaf aan vreemde mogendheid. En hoe komt het? Waarom is het niet verwonderlijk? Waarom zijn we niet verbaasd? Het is weer Duitsland. Wat heeft refus daarmee te maken? Het refus is levenslang. Niet op peterdaad betrapt. Niet op peterdaad betrapt. En Schwartz, een jaar later, men gaat in zijn huis plannen vinden. Plannen van wat? Van vochten. Foto's vinden. Foto's van wat? Van vochten. Meneer Schwartz was een amateur van foto's. Maar vooral van vochten. En hij ging naar bijeenkomsten, patriotische bijeenkomsten. Maar in een land waar dat je 5 partijen hebt, 5 partijen, heb je 5 verschillende patriotische bijeenkomsten. De ene is in het wit gekleed, de andere is in het blauw gekleed en de andere in het rood gekleed. Je bent ofwel royalist, je bent republikein, je bent socialist, je bent katholiek, want een katholiek is geen royalist. Goed. Schwartz wordt aangehouden en gaat een gevangenisstraf krijgen, 5 jaar. Geen levenslang, gelijk de refus. 5 jaar. Nu, tot vervelens toe, ga ik het nogmaals herhalen. Hij is het 10e op 10 jaar. We hebben de zaak
Mazza, de Italiaan, geen 5 jaar, geen levenslang, vrijgelaten. We hebben de zaak Schneebele. We hebben de zaak Thomas. We hebben de zaak Blondeau. We hebben de zaak Boutonnet. We hebben de zaak Turpin. We hebben de zaak Marie Forêt. We hebben de zaak Greiner. Greiner dat voor Marie Forêt komt. De negende zaak, zaak Dreyfus, levenslang. Tiende zaak, zaak Schwartz, 5 jaar. Zijn vrouw wordt ook aangehouden, die krijgt 3 jaar. Schwartz krijgt, denk, 3000 Franse frank boete. Of 2000, ik weet het niet. En zijn vrouw 1000. Laten we zeggen 2000 en 1000. Schwartz krijgt buiten zijn 5 jaar gevangenisstraf 10 jaar verblijfsverbod in Frankrijk. Dus hij gaat die doublage moeten doen. Waar dat hem gaat gaan, dat vertelt de pers niet, dat vertelt de geschiedkundige niet. De geschiedkundigen die over Dreyfus spreken, die spreken niet over Schwartz. En het is omdat zij niet over Schwartz spreken dat ik er u over spreek. Omdat er een bepaald stramien is in de gerechtelijkheid. Dreyfus levenslang en men gaat daar niet op veranderen. ...1895... ...1896... ...de man die de waarheid kent... ...Georges Picquart... ...de man die de sleutel gevonden heeft... ...die gaat gemuteerd worden... ...weg... ...geloopt in ons voeten... ...weg... ...maar ja, daar is een probleem... Hij is nog altijd militair en hij mag nog altijd vakantie nemen. Dus hij komt terug begin januari 1897. En hij vreest voor zijn veiligheid. Hij is met slaande deuren gemuteerd geweest. Zij hebben ook een zwijgplicht, plicht, hè? Militairen, journalisten, hebben een zwijgplicht. Wat wil dat zeggen? Ja, dat als jij een klokkenluider wordt, gelijk naar Assange, ja, dat ganse wereld achter u zit. Gij zijn een nestvervuiler. En gij moet dus levenslang boeten, hè? Omdat gij de waarheid durft zeggen. Ja. Oké. Picard vreest voor zijn leven. Omdat er al te veel mensen zijn die op de hoogte zijn gebracht. Namelijk Mathieu Dreyfus, Bernard Lazare. Die hebben een totaal andere versie al gekregen. Dat meer strookt met de realiteit van denken. Waarom Dreyfus? Nee, nee, Dreyfus is niet levenslang omdat hij Jood was. Want dat is een complottheorie. Nee, 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 nee. Dreyfus is levenslang omdat het Dreyfus was, maar niet omdat hij een Jood was. Want dat zijn complottheorieën. Een complottheorieën.
Die bestaan al sinds de oudheid en die worden als sinds de oudheid ontkend door zij die aan de macht zijn. Je kunt daar niks tegen doen, hè? Je bent een naïef persoon als je denkt dat je dat systeem gaat veranderen, hè? Je verandert niks in het leven, hè? Je verandert helemaal niks. Goed. Maar Picard als soldaat mag op verlof komen. En hij komt terug aan in Parijs. En het eerste wat de Georges Picard gaat doen, vrezend voor zijn leven, vrezend dat het, als het leger gaat zien, dat hem niet genoeg of niet snel genoeg sneuvelt in een Tunesisch conflict, ja, dat men dan de huurmoordenaar op hem gaat zetten. Hij vreest daarvoor. Andere mensen gaan zeggen, maar nee. Dat zijn complottheorieën. Dat bestaat niet. Dat is alleen bij het gewone volk. Oké, maar hij gaat bij een oude jeugdvriend gaan. Een oude jeugdvriend. Een zekere Louis de Bois. Maar die jeugdvriend is een advocaat. En hij gaat aan zijn jeugdvriend uitleggen hoe dat de zaak ineen zit. Maar Picard is ook geen naïveling. Hij weet dat hem tegen de storm oproeit. Hij is alleen maar iemand die fake news gaat vertellen. Hij heeft de waarheid, maar de waarheid wordt omgetoverd in fake news. Hij gaat dan Le Bois waarschijnlijk, maar dat weet men niet goed, een kopij geven van het verslag dat hij afgegeven heeft aan generaal de Bois d'Effre, waarin dat hij concludeert, Dreyfus is onschuldig en Ferdinand Walsin Esterhazy is de auteur van de Bordereau. En hij geeft aan die advocaat een volmacht dat als er iets met hem gebeurt, dat die advocaat Louis, zijn vriend, zijn jeugdvriend van school, hem mag verdedigen in eer en geweten. Picard trekt terug naar Tunesië. Maar Louis Le Bois is zo gechoqueerd door de realiteit dat hij niet gaat wachten tot er iets met Georges gebeurt. Hij gaat onmiddellijk gaan naar iemand die hij kent, lobbywerk, iemand die hij kent, namelijk de vicevoorzitter, niet de voorzitter, de vicevoorzitter van de Franse Senaat. Schurer Kestner. Hij gaat hetzelfde vertellen aan Schurer wat de Picard aan hem heeft verteld. Niet vergeten dat er ondertussen in de kranten het geschrift van de Bordereau al naar voren is gekomen. Niet vergeten. Niet vergeten dat Bernard Lazare al een beschuldiging heeft aangewezen naar de regering van 1994.
dat totaal tot niets niet meer dient, want die regering van 94 zit niet meer in 95, 96. Wij spreken van minister van oorlog. Mercier, 94, in 95 is dat niet meer Mercier, maar Zuurlingen. En in 97, het jaar van Picard, is dat niet meer Zuurlinden. Dat is Bilo. Op 3 jaar tijd 3 verschillende ministers van trois, van oorlog. Hoe kunt je daar nog aan een doofpot uitgeraken? Complot? Nee, geen complot. Nee, de realiteit is erger dan een complot. Gemanoeuvreerd toeval is erger dan een complot. Wie spreekt er van complot? Toch niemand. Alleen de pers spreekt van een complot. Dat is gewoon een wetgeving. Dreyfus komt niet vrij. Dat is geen complot. Dat is gewoon een afspraak dat men gemaakt heeft. Dat is een afspraak. Dat is geen complot. Scheurer gaat, zit met een probleem natuurlijk. Maar de zaak is aan het rollen. Je hebt niet meer Dreyfus, Le Mange, beschuldigde en advocaat. Je hebt nog een journalist erbij. Je hebt er nog een militair bij. Bernard Lazare, journalist. Georges Picard, militair. We hebben al 2 lagen. Scheurer Kestner, politiek. En geen kleine burgemeester vanuit een onbekend dorp in de achtergrond van de Ardèche. Nee, de vice, voorzitter van de Senaat. Scheurer. Wat gaat men doen? Het dient tot niks van naar Felix Faure persoonlijk te schrijven. Het dient helemaal tot niks. Dreyfus heeft geschreven, Faure heeft niet gereageerd. Plus, Faure is niet meer president van Frankrijk. Wat gaat men dan doen om het hem goed te laten verstaan? Scheurer gaat schrijven naar zijn dochter. En hij gaat dat verhaal aan de dochter vertellen. En dat zal Felix Faure doen nadenken. Niet het feit dat Scheurer schrijft. Dreyfus is onschuldig, maar hij gaat gefixeerd worden omdat men naar zijn dochter schrijft en niet naar hem. En dan pas gaat hem interesse beginnen krijgen voor de zaak Dreyfus. Want het proces is al lang gedaan, maar de zaak Dreyfus. Niet het complot Dreyfus, hè? De zaak Dreyfus. Er gaan dan een hele hoop evenementen gebeuren. Ik ga ze hier even aanhalen. Picard, ja, dat hebben we gezegd. Le Bois, Kestner ook. Scheurer, Faure ook.
De generale staf voelt dat er iets aan bewegen is. Schurer is verwittigd. Le Blois is verwittigd. De Figaro is verwittigd. Drummond is verwittigd. En wat gaat de generale staf doen op 15 oktober 1897? Wel, zij gaan de echte dader verwittigen. Zij gaan de graaf, want meneer is een graaf. Hij is een graaf. Aangetrouwde graaf. Verwittigen. Ferdinand Walsin d'Esterhazy gaat verwittigd worden dat er mogelijk aanklachten gaan komen ten opzichte van zijn persoon. En die man schiet natuurlijk in paniek. Wat hebben we dan? De generale staf heeft gelijk. Want op 16 november 1897, in een krant, in de pers. In de pers. Beschuldigt Mathieu Dreyfus de graaf Ferdinand Walsin d'Esterhazy van de auteur te zijn van de Bordereau. Pas op, Mathieu is zacht. Hij beschuldigt Walsin niet van hoogverraad. Hij beschuldigt alleen, jij hebt die Bordereau geschreven. Wat gebeurt er dan? Ik ga even kijken. In de Figaro, ik denk dat dat het voornaamste is. We kunnen ook spreken over 20 december 1897. Het leger gaat pro forma een onderzoeksrechter aanduiden voor Walsin, Ferdinand Walsin. Gelijk dat men een onderzoeksofficier heeft aangeduid voor de zaak Dreyfus, namelijk Dupois, du Paty de Clam, wordt er nu iemand aangeduid, de Pellier. Nu, du Paty de Clam, die is in 1994 bij de Bois d'Effre gekomen om te zeggen, wij hebben geen bewijzen. De Pellieu gaat dat niet doen. De Pellieu gaat zeggen, Walsin is onschuldig. Hij is onschuldig. je moet niet zoeken, hij is onschuldig. Dan komt er op 30 november 1897, 30 november, op het eerste blad van de Figaro, het geschrift van Dreyfus, het geschrift van d'Esterhazy. De Bordereau heb je al gehad, Bernard Lazare heb je al gehad. Picard, dat is allemaal niet officieel wat hij zegt, want hij heeft als militair een zwijgplicht en hij gaat zich daar ook aan houden. En wat gaan Walsin doen? Omdat hem dat aangeraden geweest is door de top van het leger, is vraagt uit uw eigen een proces aan. Toont dat je geen schrik hebt. Hij wou weglopen, hè?
Hij wou niet weglopen en gaat het uiteindelijk nog doen. 2 jaar later. Gaat hem weglopen en gaat weglopen naar Engeland. En wat gaat de Franse regering doen? Niente. Niets. Niets. Hij was de man die door het leger moest beschermd worden. Sommige geschiedkundigen hebben zich afgevraagd, ja maar, waarom? En anderen hebben gewoon de chronologische zaak opgesomd en hun geschiedenisboekje was af. En het verschil tussen de twee geschiedkundigen hangt af de tijdsgeest waarin dat die mensen geleefd hebben. De zoon heeft niet dezelfde tijdsgeest als de vader. En de vader heeft niet dezelfde tijdsgeest als de grootvader. Goed. December. Jules Mélin. Want politiek moet bewegen. Hè? Er komt te veel in de krant. Dus de president van, niet de eerste minister, de president van Frankrijk, Jules Mélin, schrijft of geeft een persconferentie dat dan in de pers zal komen. Daar is geen zaak Dreyfus. Wie spreekt er van de zaak Dreyfus? We hebben het over de zaak Esterhazy. Ja, maar Esterhazy wilt gij koppelen aan Dreyfus. En daar is geen zaak Dreyfus. Je moet de oude koeien niet uit de gracht halen. 98, 2 januari 98. Onze vriend Saussier, generaal Saussier, gouverneur van de stad Parijs, zal een onderzoek bevelen naar Walsin Esterhazy. Er komt het proces. Ik kan dat in het lang uit. Er komt een proces op 9 januari. Ik kan daar lang op uitbreiden. Het zijn terug dezelfde zaken. Handschriftanalyses. En we hebben er 3 gehad. Cunard, Varinard, Bellon. Cunard, Varinard, Bellon. Die gaan niet 3 aparte analyses maken van het geschrift van Esterhazy. Nee. Men heeft van de fouten geleerd van Dreyfus. Want je kunt er een hebben die zegt, die zei niet. Wat hebben zij gedaan? Zij hebben een consortium opgeroepen. Dat zijn 3 experts die 1 enkel geschriftanalyse gaan maken, maar alle 3 ondertekenen. En wat zeggen die 3 experts? Cunard, Varinard, Bellon. Het geschrift van Walsin Esterhazy heeft niks te maken met geen complot, hè? Heeft niets te maken met het geschrift van de Bordereau. Volgende stap. Ja. Walsin wordt vrijgesproken. En dan is het iemand die uit zijn krammen schiet. Niet meer de familiale wereld. Niet meer de militaire wereld.
Niet meer de politieke wereld die voor Dreyfus gaat uitkomen. Het zal iemand zijn van de culturele wereld. Iemand die op het toppunt staat van zijn kunnen. Iemand die wereldberoemd is. Want de Franse taal was wereldberoemd. En als ik spreek over de Franse taal, dan voelen jullie misschien aan dat ik het ga hebben over een schrijver. Niet de eerste, de beste. Samen met Victor Hugo, de top twee aller tijden. Émile Zola. En hij zal zijn fameus artikel in een krant L'Aurore laten schrijven. J'accuse. Ik beschuldig. President van Frankrijk, Casimir Perier. Ik beschuldig. Eerste minister. Ik beschuldig. Minister van Oorlog. Welke minister van Oorlog? Want er zijn er al zoveel geweest. Mercier. Ik beschuldig. Du Paty de Clam. Ik beschuldig de rechters van, niet van valsheid in geschriften of complot, complotbestaan. Dwaling noemt men dat. Het is de semantiek. Complot is voor boerenkinkels. Maar boerenkinkels gebruiken niet altijd het woord complot, hè. Dwaling is even erg, hè. Het is maar hoe dat je het uitspreekt. Zola is gechoqueerd dat met al die aanwijzingen, dat tegen Walzin Esterhazy tevoorschijn komt, dat men die man nog vrijspreekt. En er is nu geen stoppen niet meer aan. Er is geen stoppen niet meer aan. Maar wat gaat men doen? Van waar komen die lekken? En het eerste, het beste dat men gaat doen, dat is uiteindelijk Picard aanhouden. Georges Picard gaat aangehouden worden. Hij gaat aangehouden worden. Omdat men denkt, men heeft daar niet volledig ongelijk in, hij is de man die de lekken laat gaan. Maar hetgeen dat Émile Zola doet, dat is iedereen beschuldigen van laster. Dat gaat ook niet door de beugel kunnen. We gaan het hierop eindigen. 1. Dreyfus is onschuldig. Hij heeft levenslang. 2. Walzin is schuldig. Hij wordt vrijgesproken. 3. Georges Picard is getuige dat Dreyfus onschuldig is. Hij wordt aangehouden. Émile Zola is ervan overtuigd dat de regering liegt en bedriegt. En hij gaat ook voor de rechtbank moeten verschijnen. En vooral die dat curieus zijn van wat die uitkomst gaat zijn, maar ik zal misschien de zaak Zola en de zaak Picard hun proces meer uitleggen in een ander deel. Wel, ja, zo, Émile Zola, dat was een man wereldbekend. Hij ging op het punt staan om
in de Académie Française opgenomen te worden. Na de Nobelprijs literatuur, dat toen nog niet bestond, is dat het hoogste dat je kunt hebben als schrijver. Académie Française. Hij gaat dat allemaal verbrassen voor de eerlijkheid. En ook, al is de beschuldigde en de onschuldige een Jood. Ook, al is de onschuldige een Jood.